Het gaat gebeuren, hè. Bon, Sven en ik, we gaan zo meteen weer zingen samen met Urbanus over de meest spraakmakende uitschuivers van deze week. Het gaat deze week over Siegfried Bracke, die de gratis drank gaat verbieden in het parlement, gedaan met zuipen op onze kosten. Het gaat over Prins Laurent, die op het matje werd geroepen door premier Michel. Als hem zich niet koest uit, is hem de dotatie helemaal kwijt. En het gaat over Philippe Muyters, die bijna dood was doordat meneer Ben Weitz had zitten fitnessen op de verdieping boven het kantoor van Muyters. En die loopband maar trillen. En het plafond naar beneden getrild. Maar gelukkig was hij er niet, Muyters. Ben jij er klaar voor? Nee, ik ben er nooit klaar voor. We waarschuwen, het is meer om de inhoud te doen dan onze zangkwaliteiten, maar ik denk dat je dat na een paar weken ondertussen wel door hebt. Ja. Ik kan het ook aftellen, oké. 3, 2, 1... Philippe Muyters had geluk, want plots viel het plafond van zijn bureau naar beneden op de grond. Ben Weitz zijn loopband had te veel getrild en daardoor was de Muyters op een haartje nagekild. Jawel, de politiek is geen gemakkelijke job. Als je een beetje pech hebt, dan kost het uw kop. Je moet naar huis staan, we zijn dada. Het zit erop, of toch bijna. Je moet naar huis staan, weldra. Het is vrijdagochtend, tralalala. Prins Laurent moest deze week naar Charles Michel. Zoals een kleine kleuter, nou nog maar eens een rel. Gij stoute sloeber, zei onze premier. Gij zult braaf moeten worden of gij krijgt gij geen pree. 300.000 euro, dat pakken ze hem af. Dat is zeker efficiënter dan wat billenklets als straf. Hoera, het is vrijdag, wat een gedoe. Weg met de stress en boeken toe. Hoera, het is vrijdag, hola dio. Zet u de post maar op de show. Siegfried Bracke heeft beslist, gedaan met gratis wijn. Het was in het parlement al die jaren reuze fijn. Want ze mochten gratis zuipen met ons belastinggeld. Maar er werd veel te veel, zat de manspraat verteld. Nuchtere politiekers, geen katers in het halfrond. Zelfs Liesbeth Homans zet geen glas meer aan haar mond. Je mag naar huis gaan, we zijn dada. Het zit erop, of toch bijna. Je mag naar huis gaan, weldra. Het is vrijdagochtend, tralalala. Het is bijna weekend, vrienden. Nog een hele toffe Joe-dag vandaag en wij gaan ook nog een uurtje verder, uiteraard. En vanavond is het zover. Frietjes. Nee. En dan? En vleeskrokets. Ah!